er nog. Arnold van der Leijden droomde lang van een carrière als profvoetballer. Begreep op het juiste moment dat zijn talenten in de boksring net iets groter waren. Daar kon hij ook een gentleman zijn. Daar sprak hij tot ieders verbeelding. En daar kon hij definitief uit de schaduw van zijn vader stappen. Luister naar de sportmonoloog van Arnold van der Leijden. Victory, victory. Let the party begin. Victory, victory. Let's do it again. Come on, let's do it. Come on, hop. Ah, the best. Oh man, ah ja, super. Dank jullie wel. Super dat jullie er nog zijn. Want ik vind het mooi ook om mijn verhaal te vertellen. En blijf er met spirit en energie bij. Want ik doe het vanuit mijn hart en mijn ziel. Het is mooi om te komen op victory. Want victory was voor mij ongelooflijk belangrijk. Weet je, daar kwam ik mee op. Mijn nickname was Arnold Victory Vandelheid. En dan startte de muziek. En dan ging het publiek staan, applaudisseren, klappen, enthousiast doen. Dank jullie wel voor je enthousiasme. In deze laatste ronde. En ik ben gewend de laatste ronde als zwaargewicht bokser. Kijkend in de spiegel, voorbereidend voor de wedstrijd om er tegenaan te gaan. Ja, ik ben grootgebracht in Sittard. Even iets meer over mezelf. Mijn vader komt uit Suriname, uit Paramaribo. Weet allemaal waar dat ligt. En hij is in de jaren 50 naar Nederland gekomen. Naar Rotterdam. Heeft hij mijn moeder leren kennen. Mijn moeder is een Rotterdamse. Ik heb 3 broers, 2 zusjes. En de 3 oudste zijn in Rotterdam en omgeving geboren. Eind jaren 50, begin jaren 60 was crisistijd. En mijn vader, als Surinamer, kon geen werk vinden in het westen van het land. En in het zuiden, in Sittard en omgeving, lagen voor hem de mogelijkheden. Dus we verhuisden naar Sittard. Er zijn 3 jongsten geboren. Eddie, 1,5 jaar ouder dan Arnold. Ik, Arnold en mijn jongste broer Josh. We groeiden daar op. We zijn daar geboren, grootgebracht. En pa kreeg daar de kans om te werken voor zijn gezin, voor zijn grootgezin. Hij was een jonge vent. Moeder was 7 jaar ouder. En hij voelde verantwoordelijkheid voor zijn gezin. En daar is hij nog steeds trots op. Pa, hij is echt Creool, donker, ik ben een cappuccino. Pa was de eerste zwarte mijnwerker in de steenkoolmijn in Limburg. Weet je, en als team gingen ze er allemaal blank in. En mijn pa ging er zwart en bleek van schrik kwam die eruit, weet je. Maar hij had een ongelooflijke passie en drive. En hij dacht, mijn kinderen moeten het beter doen. No mercy. En daarom regeerde hij met harde hand. Was voor kleine Arnold niet prettig. Ik voelde hem altijd onzeker, want ik kon nooit goed doen. Je bent te dom, Lange. Kom op, doe meer. Doe beter. Je moet beter worden. De positieve kant van mijn opvoeding. Ja, op school had ik alleen maar onvoldoende. Dus ja, ik had 1 voldoende. Dat was met gymnastiek. Want de positieve kant van mijn opvoeding was, sport was essentieel. Mijn pa was voetbaltrainer bij de voetbalvereniging Sittard. Mijn moeder was een groot kampioen bowlen. Kampioen bowlen, Limburgs kampioen bowlen. De meisjes deden handbal, de jongens deden voetbal. En ik droomde op jonge leeftijd, 6, 7, 8 jaar oud, om profvoetballer te worden. Oh, ieder kind, ieder mens heeft zijn dromen. En ik droomde om te spelen in het eerste van Fortuna Sittard. Het gaat beter met ze nu, weet je. Ik droomde om te spelen in het Nederlands elftal. En even anekdote, bal aan de voet. Arnoldje op het middenveld. Ik ging 3, 4 man voorbij. Ik kom in het strafschopgebied van de tegenpartij. Ik wil scoren. Ik kom een klein jongetje van de tegenpartij. Klein manneke. Kom van achter en schop mijn finaal eronderuit. Ik val over dat jongetje heen. Ik had zo weinig zelfbeheersing. Ik begon de eerste bokstechniek op dat jongetje uit te oefenen. Ik benadeelde mijn team. Ik werd onmiddellijk uit het veld gestuurd. En mijn teamgenoten moesten met 10 man verder. En ik huilde. En mijn pa stond langs de kant. Ga je douchen, je stomkop. Je kan er helemaal niks van. Dat was de feedback die hij gaf. Ik voelde een beetje angst in me opkomen. En ik huilde. En ik rende terug naar de kleedruimte. Ik was met tranen weg onder de douche. En ik stond voor de spiegel. En ik hoorde het einde van de wedstrijd. En ik denk, ik laat mijn vrienden ook in de steek. Het is niet goed wat ik doe. Het was begin jaren 70. Ik stond mijn haar te kammen, de soul-tijd. En mijn teamgenoten kwamen al binnen. Zei Arnold, als je erin was gebleven, hadden we de wedstrijd kunnen winnen, man. Je bent altijd zo driftig en boos. Je moet meer zelfbeheersing hebben, meer rust. Had ik eigenlijk niet. En ik voetbalde, ik had mijn droom. En dat was mijn vriend, John Klein. Zijn naam is Klein, maar zijn daad was ongelooflijk groot.
Want ik had mijn spiegel en zei, Arnold, kom een keer mee. Je bent altijd zo driftig en boos. Kom een keer mee naar boksclub De Amateur uit Münstergeleen. The place to be. Weet je? En op zondagmorgen, naast de kerk, 10:00, ging ik mee naar boksclub De Amateur uit Münstergeleen. Daar begon de training. En ik werd onmiddellijk zintuigelijk geprikkeld. Ik zag jongens op bokshakken slaan. Pa, 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 pa. Je hoorde het geluid. Er stonden allemaal jongens voor de spiegel. Reflectie. Pam, pam, pam. Conditioneren. Steeds dezelfde beweging doen. Heel gedisciplineerd. En ik wilde meedoen. Ik wilde erbij horen. Ik zag jongens in de ring staan met hoofdbeschermer op. Bitje in. Eén bokste vooruit. Ander bokste achteruit. De coach stond erbij en gaf aanwijzingen. En ik wilde erbij zijn. En de coach kwam naar me toe. Kom jongen, kom erbij. Wie ben je? Arnold. Kom even hier. Kom hier. Ga hier staan. Kijk in de spiegel. Je wilt bokser worden. Ik zeg ja, ik wil goed worden. En ik moest alleen technieken trainen, alleen basistechnieken. 1,5 uur lang. En af en toe kwam die naar me toe en zei, hey, je hebt talent man, gaat goed. En ik denk, ah, misschien kan ik wel boksen worden. Ah, maar ik boks nu om te voetballen. Ah, ah. En de eerste training heb ik alleen maar voor de spiegel gestaan. En weet je, en eigenlijk nam ik de gedachte van de spiegel mee naar huis. En thuis was mooi, want thuis, precies op de kruising tussen keuken en kamer hing een spiegel. Op een opstap. Een verhoging. En ik ging vaker op die verhoging staan. Die hele week na die eerste training. En ik deed schaduwboksen. Voor de spiegel. En mezelf steeds corrigeren. En pa werd trots en kwam naar me toe en gaf me ook feedback. Ziet er goed uit, me boy. Me boy, I win niet à la sma. Op zijn Kotowaals voor mij Surinaams, maar dat betekent hij wint alles. En ik werd langzaam trots. En de hele week heb ik voor de spiegel gestaan. De hele week voor de spiegel gestaan. En de tweede training was voor mij essentieel en belangrijk. Ook voor mijn groei als mens, als persoon en als topsporter. Want de coach kwam naar me toe en zei, Arnoldje, je leuk dat je er weer bent. Maar vandaag ga je in de ring met Gerhaan uit Münstergeleen. En Gerhaan uit Münstergeleen was een zwaargewicht bokser. Sterke grote vent, veel ervaring. En hij zei, jullie doen alleen schaduwboksen in de ring. Niet alleen maar licht toucheren. Come on, laat het zien. Heb vertrouwen, hij raakt je niet hard. En ik dacht, ik wilde me bewijzen voor pa en de grote boze buitenwereld. Ik denk, als ik de kans krijg, sla ik hem voor zijn koppie. En de sparring begon. Oh, in de ring, in Münstergeleen. En Ger hield zich aan de afspraak. Hij deed alleen toucheren. Bam. En ik denk, ja, wacht je maar. Hij komt in. Ik kom zo met een linkse direct zo. Poem, vol op zijn neus en mond. Een beetje bloed en spuug spatten van hem af. En ik ging achteruit. Yeah! Ik voelde mijn hele peer. En ik weet nog goed. Jan de Haar ging over de touwen. En observeerde wat gebeurde in het speelveld. Jan de Haar, de coach. En hij deed alleen maar naar Ger. Ik heb het geweten. Gerhaan heeft me echt alle hoeken van de ring laten zien. Maar wel met respect, want hij had me zorgd kunnen raken, had ik het niet overleefd. Had ik hier vanavond niet gestaan. Weet je, maar ik had wel last, ik spuwde bloed aan mijn hand. Ik denk, zo moet ik het niet doen. Ik zat echt in de knockdown en dadelijk, maar dit wordt weer niks. En ik wil een goede voetballer worden, ik gebruik het boksen ervoor, maar dit wordt ook weer niks. Ik zat altijd in die knockdown gedachten. En de hele dag heb ik pa aanlopen. Want ik denk, als pa me ziet, mag ik nooit meer gaan. En dit is een middel voor het voetbal. En het ging goed met voetbal, want ik werd fysiek sterker. Ik kreeg meer power, ik kreeg meer snelheid. En mijn droom was profvoetballer te worden, 18 jaar, weet je nog. Middel boksen. En we werden kampioen van Zuid-Nederland. Als VV Sittard, amateurclub, we hadden Fortuna verslagen, MVV Roda, Noord-Limburg, VVV Venlo, waar kampioen van de district Zuid. Speelde om het algemeen kampioenschap van Nederland in Zeist. Tegenstanders. NEC van het oosten. Noorden was FC Groningen. Ajax Amsterdam. En het ging goed. 1-1 tegen NEC. We wonnen met 2-1 van Groningen. En in de derde wedstrijd kregen we een ongelooflijke spiegel. We speelden tegen Ajax. Ajax met Vanenburg rechtsbuiten. In de spits Kieft. En op het middenveld stond een grote donkere jongen.
En we kwamen als amateurploegie-clubie uit Sittard, kwamen met 1-0 voor. 1-0 voor ons. En we waren blij in de victory-stemming. Wauw. Het werd heel snel 1-1. En voor Ajax had het moeilijk tegen de amateurs. En mijn coach riep, Arnold, die donkere jongen die heeft invloed. We gaan het niet redden. Speel jij op die donkere jongen, de aanvoerder. En ik speelde op die donkere jongen, grote atleet. Hij ging de ballen ophalen en nam de verantwoordelijkheid. En het was 1-1. Ik speelde op die grote jongen die het verschil maakte. De bal komt voor, corner. Mijn keeper pakt de bal. Ik loop uit met mijn tegenstander. En hij laat de bal vallen, de keeper, en hij trapt hem erin. De man van Ajax, hij was iets sneller dan ikzelf. En het was Frankrijk uit. Ik heb tegen Frankrijk uitgespeeld, dank jullie wel. En hij scoorde 2-1. En eigenlijk in die wedstrijd, ik was 18, ik moest een keuze maken. En in die wedstrijd heb ik eigenlijk de keuze gemaakt van, Arnold, wil je topsport? Ik kan hoofdklasse spelen met voetbal. Eigenlijk gaf Frankrijk uit, ik heb het later met hem besproken. En hij zei, jij was dat. Ik was hem niet opgevallen, weet je wel. Hij was later prof geworden, grote successen bereikt het voetbal. We kwamen elkaar tegen bij allerlei galas. En ik zei, weet je nog dat we tegen elkaar speelden? Ik was 18, jij 18. Jullie werden kampioen. Hij zei, jij was dat. Hij wist het niet meer. Weet je? Maar hij heeft me een ongelooflijke belangrijke spiegel voorgehouden. Ga wat doen. Ga met dat boksen door. En vanaf 18 jaar zei ik van, ik wil eens naar het grootste sportevenement ter wereld. De Olympische Spelen. En wordt van tevoren gepland. En ik dacht, ik heb ook een shirt aangetrokken. 1988, Seoul, dan zijn de Spelen. Dat werd gekozen al in 1983. Ik was nog jong. Ik was 20 jaar oud. En ik denk, dan ben ik als zwaargewicht volgroeid. Besprak ik met mijn trainer, met mijn team. Dan kunnen we naar het grootste sportevenement ter wereld, de Olympische Spelen. Een nieuwe droom. En daar werkte ik voor. En dan komt de factor geluk kijken om de hoek kijken. Het was 1984. En dat was een ongelooflijk, begin jaren 1984. Ja. Januari. En er was een topbokser in Nederland. En hij heette Pedro van Raamsdonk. Wie kent Pedro van Raamsdonk? Oh, iedereen. Wauw, Pedro, je bent populair nog, jongen. Goed. En Pedro uit Amsterdam was al geplaatst voor de Spelen. Hij was nummer 2 van Europa. Hij was 3 op het wereldkampioenschap geworden, 3. En hij moest nog naar een aantal kwalificatietoernooien. Januari 1984. Mijn doel was 88. En de Nederlandse Boksbond dacht, stuur die Limburger mee. Die van der Leyden is een leuk talentje. Dan ligt Pedro niet alleen op de kamer en die jongen leert wat. Ik hoorde een aantal weken voor aanvang van dat toernooi, Stockholm. En ik ben gaan trainen. En eigenlijk als basis iedere keer weer dat schaduwboksen. En zelf ook goede dingen tegen jezelf zeggen van ik kan het, come on. Wie weet, kan ik mijn droom wel aanpassen? Kan ik 4 jaar eerder naar het grootste sportevenement ter wereld? En ik vertrok met Pedro naar Stockholm. En loting is altijd fundamenteel en heel belangrijk. En we waren in onze slaapkamer met dat kleine bedje. En we waren nerveus en wachtend op de coach die naar de loting is en dan terugkomt en vertelt tegen wie je bokst. Loting is essentieel, belangrijk. Je moet lekker in het toernooi groeien. En de coach komt terug en zegt, Pedro, goed geloot jongen. Eerst tegen een Koreaantje, dan Italiaan. Lekkere voorbereiding voor de Spelen over 7 maanden. En Arnold, je bokst tegen Willy de Wit uit Canada. Ja, wist ik veel wie Willy de Wit was. Weet je, ik kom in concurrentie in Limburg en in Nederland een beetje, maar voor de rest niet. En ik weet nog goed, op dat moment dat de coach dat zei, trok Pedro een beetje wit weg. Ik denk, wat is met hem aan de hand? En mijn coach was erbij en werd ook een beetje nerveus. En ik had nog 2 dagen om hem ideaal voor te bereiden. En ik denk, oh man, de kans. Misschien kan ik 4 jaar eerder naar het grootste sportevenement ter wereld. En de wedstrijd begon. Halve finale. En in de ring kwam een grote vent. Canadees. Grote kop. Neus. Spieren. Pop, pop. En ik was slank. Mooi afgetraind. Maar wel gemotiveerd. En de wedstrijd begon. Boom, Willy do it. Boom, boom, boom. En ik danste om hem heen. Ik dacht aan Ali bewegen. Sta niet stil. Paam, 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 paam. 3 ronden lang. En mijn coach werd enthousiast. En het publiek sloeg om, 2e, 3e ronde. En begon, Holland. Ik denk, ze zijn van mij. Ja.
en de wedstrijd was afgelopen. De wedstrijd was afgelopen en ik won de wedstrijd met een 4-1 uitslag. En nog niet wetend tegen wie. Ik stapte uit de ring. En Pedro kwam om me af, vloog om mijn nek. Arnold, weet je wie je verslagen hebt, jongen? Ik zeg, nee, dat is Willy de Wit. Hij is wereldkampioen. Ik denk, dat is een leuke bijkomstigheid. Wauw. Nu kan ik 4 jaar eerder naar het grootste sportevenement ter wereld. En zo was het ook. 7 maanden later, de Boksbond en de CNSF nam de keuze. Deze talent mag met Pedro mee naar de Spelen in Los Angeles, 84. En ik ging er naartoe. Het ging lekker. Ik won al brons. Ik zat er weer in de halve finale. En dat was weer de fight tegen Willy de Wit. Hij was de favoriet van goud. Ik weet nog goed. Ik denk van, ik ga hetzelfde strategie bepalen. Ik ga in die ring. Ik stond in de hoek en de Wit, ik voelde dat er bij hem spanning was. Meer dan die eerste keer. Hij was favoriet, hij moest zich bewijzen. Ik was al terecht brons, maar ik wilde meer. En de wedstrijd begon. Pa, pa, zelfde strategie. Blijf bewegen. Pa, zei mijn coach. Deed ik zelf. Pa. En de Wit kwam er niet aan. Ja, af en toe. Maar ik scoorde meer. Paam, paam, paam. 3 rondes lang. Afgelopen. Ik kom terug in de hoek. Ja, het zit goed, Arnold. Het zit goed. Ik denk het. Ik denk het. Pedro, ja, ja. Was goed. Was goed. Please come to the middle. Referee pakte mijn hand. Voelde spotlights op mijn gezicht. Het publiek, 20.000 man. Oh, oh, oh. Sensatie. De Wit, gespannen. Winner of this fight. Heavyweight, 91 kilogram. Ik had blauw ook. Blauw, blauw, blauw. In the red corner, Willy de Wit. Ik nee. Maar jij brons, Arno. Coach pakte me vast. Kom goed, jongen. Ik heb het goed gedaan. Pedro kwam naar me toe. Kom, Arnold. Goed, man. Eerste keer brons. Ik moest wennen. Ik wilde voor goud gaan. Maar ik vloog terug een aantal dagen later. En het was fascinerend wat publiciteit doet, media doet. Ik wist het niet. Ik had interviews gegeven. En ik kom terug in Amsterdam. Weet je, er stonden ook mensen met vlaggen. Arnold Proficiat, jongen. Ik denk, wie is dat? Er waren bussen uit Limburg gekomen om op te vangen. Weet je, ik dacht, hey. Weet je, ik moest nog op de bagagewacht. Die dacht, ja, het is zwaaien. En ik zeg, mensen allemaal, oh, Proficiat. Amsterdam, en die riep, hey, van der Leiden, jongen, top gedaan. Ik denk, wie is die man? Weet je. Dan realiseer je wat ook publiciteit doet en wat televisie doet. En ik kwam uit de deur en mijn familie stond er. Met mijn pa. En pakte me vast en zei, jongen, ik ben trots op je. Ik heb eigenlijk gemerkt, ook iedere keer was schaduwboksend voor de spiegel, dat verlies niet bestaat. Dat je altijd iets wint. Nu, maar nu ook in het leven wat ik nu draag. Waar de boksport een fundament voor was. Waar sport een fundament voor was, voor alle sprekers die vanavond hier geweest zijn. Sport in de hart en in de ziel van iedere topsporter, van ieder mens. Ik dank jullie wel. Hoe ging het? Ja, het ging goed. Ik denk het wel. Het verandert altijd wel dingen, maar ik denk dat ik tevreden kan zijn. Moet altijd even vallen in de afloop van... Is het nou anders dan? Je was heel vaak op het podium, ja. Maar nu echt alleen maar over jou te praten? Is anders. Omdat normaal ik doe motivation en inspiratiesessies met bedrijven en dan geef je ook veel reflectie. En nu moet je gewoon echt bij jezelf blijven en niet zeggen van, hey, je moet dit of je moet dat. En dat is niet altijd even makkelijk, maar het is mooi om je eigen verhaal te vertellen en je moet dicht bij je eigen hart blijven. Weet je wat ik mooi vond? Nee. Ik vond dat ik je die wedstrijd zo mooi vertelde. Okay. Dat je echt daar in die ronde zat. Ja, maar dan voel je dat ook. Het verleden is nooit hetzelfde als de toekomst, maar het heeft wel gemaakt de persoon die ik nu ben. Ik denk dat het bij jou ook zo is. Ja. Ja. Mooi. Sport brengt ons veel, hè? Dankjewel. Sorry? Sport brengt ons veel. Brengt ons samen, jongen. Ja. Oh, dankjewel. Mooi. Dat was goed.